klimaat is ook een beetje heel fucked up gekomen. En nu achter al die jaren, het is veel verslecht. En ja, je merkt er wel veel van. Hè. Het milieu, ik vind dat dat echt verpest is eigenlijk. Ik heb daar een heel pessimistisch zicht op. Je hebt veel mensen die dat zoiets hebben van ah, ik wil mijn voetdruk kleiner maken. En, maar ik denk persoonlijk eigenlijk dat het al veel te laat is. Dat alles wat we nu zouden proberen, dat helpt misschien voor een paar jaar. Maar ik denk dat we het echt al, om het grof te zeggen, verkloot hebben. Het is misschien erg, maar ik weet daar niet zo... ik weet daar niet zoveel over. Ik weet wel dat er een gat in de ozon... Dat er een gat in de ozon, noemt dat ozonlaag, toch? Dat er een gat in zit en dat is niet goed. Ik hoor er wel zo dingen van, hè, van plastic in het water en zo opwarming van de aarde en toestanden. En dat we dat die rap ons wereldje naar, zeg het, naar de zak gaan brengen. Dat de rap naar beneden gaat gaan. Dus dat is niet goed, denk ik. Nee, dus ja, de wereld gaat naar de kloten. We moeten... Action. Actie nemen, maar goh. Begin bij jezelf, hè. Ja, en ik ga niet liegen. Probeer te recycleren en zo, maar... Soms, ja, dat is makkelijk, hè, iets op de grond gooien. Het is fucked up dat ik dat zeg, maar dat is echt de waarheid. Dat gaat echt heel snel. Je doet iets open, fles is leeg. Maar dat is niet de bedoeling, snap je? Het is zo... Allemaal, het zijn zo allemaal grote problemen in de wereld. Het is allemaal like, zo te groot om zo als één persoon op te lossen. En het wordt zo allemaal op ons gelegd. Als zo. Iedereen dat denkt, van wel, ja. Wat ik doe, dan gaat er niks gebeuren. Dat vind ik ook. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Mm-hmm. Snap je, soms heb je dan zo het grote milieuprobleem en dan is het zo, ja, wat moet ik daar nu aan doen? Terwijl dat, je kunt wel veel dingen doen, maar... Het gevoel dat je iets verandert, is er gewoon zo niet echt. Snap je? Het is niet omdat ik nu vegetarisch eet en allemaal korte koude douches neem, dat ik zie dat het milieu verandert. En dat is gewoon zo frustrerend. Als we een beter milieu willen, dan gaan we echt allemaal ons steentje moeten bijdragen. En dan gaat iedereen eens moeten nadenken over wat dat ze kunnen doen. Of iets minder luxe daar. Gewoon om ons steentje bij te dragen, ja. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the best, the sun will pop the clock to feed himself and family. Mijn vriend vindt dat heel grappig als iemand vegetariër wordt, want dan denkt hij van ja, dat is één persoon en die denkt dat hij de hele wereld kan veranderen. Maar ik denk dat dat net het probleem is, dat iedereen op dit moment zo denkt. Iedereen is zo van ja, wat gaat dat veranderen als ik alleen vegetariër word? Of wat gaat dat veranderen als ik alleen... stop met dingen te kopen bij de Primark. Ja, ik denk dat mensen dat te weinig beseffen. Hoeveel dat je zelf kunt. En hoe gelukkig... Voor mij, dat maakt mij echt gelukkig. Ik besef dat nu ook. Als ik zo tweedehands kledij en zo koop, dat voelt voor mij ook alsof ik iets beter doe. Als ik appels wil kopen... Ja, er zijn 5 keuzes in plastic en 1 keuze zonder plastic. En misschien is die zelfs iets duurder of zo, wat belachelijk is. Het is belachelijk als er lokale voeding, die van vlakbij komt, dat die veel duurder is dan een banaan die helemaal via Afrika op een boot helemaal naar hier moet komen. Dat is belachelijk dat dan duurder is. Ik vind dat toch goed dat je lokaal koopt en zo. Ja. Waarom zou dat in de supermarkt... Als je voor het schap staat en je hebt Belgische boontjes en je hebt boontjes uit Zuid-Amerika of wat is dat daar? Kenia, waarom zou je die dan kopen? Het kost ook geld en we hebben niet veel geld. Ja, het is dat vooral. Dat is het grote probleem eraan. Ik denk juist... Bio-producten zouden eigenlijk goedkoper moeten zijn dan merk, alleen dan andere producten. En het is eigenlijk juist het omgekeerde. Dus dat ga je juist weer aanzetten om geen bio-producten te kopen, alleen als je echt... Als je daar het geld voor hebt. En de mensen ook, als je bijvoorbeeld naar de winkel gaat, dat groenten en fruit, dat vinden ze te duur. Maar voor een gsm en zo, dat geven ze wel dan 1000 euro en zo aan, dat vinden ze dan normaal. Ja, maar even 1 euro voor een kool of zo, dat vinden ze dan te veel, bij zo spreken. Ik vind het al ja.
Ik probeer veganistisch te eten en volgend jaar ik probeer ook zo weinig mogelijk afval te creëren. De plastic zakjes om je groenten en fruit in te doen, dat ze die wegdoen of dat er meer... Ja, je ziet wel dat er van de mensen uit zelf verandering komt, maar als er nu geen plastic zakjes meer zouden zijn in de winkel, zo'n dingen, dat maakt echt verandering, want dan gaat je ze ook niet meer pakken. De jeugd zelf is heel wereldwijd, denk ik, de jeugd zelf wel heel hard aan het veranderen op een positieve manier. Ja. Ik denk dat ook omdat wij groot geworden zijn met het feit van het milieu is een probleem en dit en dat. Ik denk dat wij wel ergens die stress en die geneigd zijn om er een verandering aan te brengen. En ook, het wordt echt wel zo allemaal... daar heb ik soms wel dat zo wat op ons wordt gelegd. Dat zo allemaal is... Jullie zijn een nieuwe generatie en jullie moeten dat wel oplossen. Meer ruimte voor jongeren, hoe beter natuurlijk. Positief ook, houdt de jongeren van straat. Geeft ze een beetje begeleiding, maar alles. Positief draaien, een goede vibe geven aan de gasten. Moest iedereen jaar zo door elkaar wonen en samen wonen, dan zouden we wel veel verder staan. Gewoon op plaatsen. Ik denk dat elke jongere zich daar dankbaar voor zou zijn. Je ziet ook mensen die de leeftijd binnenkrijgen van 20, 21, 22 jaar, die zijn hier weg. Waarom? Omdat het hier gewoon saai is. Brussel is echt droog. Nu is Brussel echt... Er zijn zoveel zalen aan het sluiten. De lijn is super duur ook. Zo. Ja, de lijn sowieso, maar ik wil zeggen MUVB. Ja, natuurlijk, 3 euro. 3 euro voor een ticket. Voor 1 halte moet je 3 euro betalen. Ja, voilà. En dat blijft ook maar stijgen nog altijd. Ook vind ik jammer dat je zo een jaar moet gewerkt hebben voor eigenlijk ook een soort inkomsten te krijgen. Want ja... Ik ben nog redelijk jong toen ik een kindje kreeg en ik kon geen jaar gewerkt hebben. Ik probeer het wel te werken, maar als ik geen opvang vind, kan ik niet werken. Dus ja. Wij gaan dingen eigenlijk kunnen veranderen. Het is niet de oude generatie die vastzit in hun eigen wereldje, die veel gaat kunnen veranderen nu. Enkel door mensen aan het woord te laten en te luisteren, dat we kunnen begrijpen of enigszins kunnen proberen begrijpen hoe anderen in elkaar zitten en hoe zij zich door deze wereld of dit land bewegen. Een grote woonkamer waar dan een politici zit, waar een minister zit en eigenlijk bijna elke dag komen de mensen en gaan naar buiten, komen mensen zonder afspraken. Ze komen en ze gaan naar buiten om gewoon oftewel hallo te zeggen of hoe gaat het, oftewel hun probleem naar voren brengen. En dan is het aan taak aan die politici, aan die minister, aan die burgemeester om het door te geven. En zo creëer je echt bruggen.